Afgelopen anderhalf jaar, dat is gewoon één grote rollercoaster. En dat gevoel, dat heb ik nooit eerder in mijn leven gehad. Het is ook gewoon topsport. Dus laat gewoon zo hoog mogelijk leggen. Dit gaan we doen. Dit wordt heel vet. We gaan iets wegzetten. Hoe kunnen we in een auto een ervaring creëren die ervoor zorgt dat deze auto nog bijzonderder wordt? Gewoon wereldkampioen worden. Dat is het doel. Het team is gevormd eigenlijk in strikte geheimhouding, omdat we op dat moment nog alles heel goed aan het voorbereiden waren en pas naar buiten wilden komen als in de steiger stond. Dat was dan een sms'je sturen met kunnen we alsjeblieft even met je spreken en dan we vertellen verder niet waar het over gaat. En ik dacht, ja, wat is dit nou weer? Want ik heb nog geen tijd voor zoiets, ik heb het hartstikke druk en het zal allemaal wel. Wil je eens even komen praten? Ik denk, wat krijgen we nou weer, weet je wel? En dan kwam dat teamlid kwam naar ons toe en dan moest het tegenover ons gaan zitten. En André zat er ook al een beetje aangeschuifeld en ze had zo'n beetje zo'n grijns op haar mond. En dan zag je eerst in het begin van, ja, wat gaat hier gebeuren? Ze zei, nou, we hebben een plannetje. Ik zeg, ja, wij willen meegaan doen aan de Wild Soda Challenge. Ik zeg, wat? En wij dan een uur lang enthousiaste verhalen stouwen. Ik begon meteen alle kanten te stromen te doen en mijn hart begon te bonzen. En een kwartier later stond ik op het bord allemaal schema's te tekenen. En dan heb je batterij nodig en dan zonnepanelen en een stukje elektronica hier. En dan uiteindelijk waren ze meestal wel om. Toen zei ik van nou weet je, ik ga er nog even voor nadenken. En een paar dagen later dacht ik ja, ik ben een knettergek als ik het niet doe. Vanaf de allereerste seconde moesten de mensen bij elkaar krijgen. We moesten het geld bij elkaar krijgen. Een designer was nog helemaal niks. Dus we zijn begonnen hier in werktuigbouwkunde in een klein kantoortje. Dat was eigenlijk een klaslokaal. Konden we alleen in de zomer gebruiken, want daarna was er weer les. Zijn we naar elektrotechniek gegaan, daar hadden we een ruimte. Die ruimte was eigenlijk te klein. Toen zijn we naar de persoon die daarover ging gegaan. Ja, we hebben een grotere ruimte nodig. Kregen we een grote ruimte. En toen hadden we nog helemaal niks erin staan. Dus toen zijn we letterlijk weer de universiteit afgegaan om te kijken of ergens tafels over waren of stoelen. We hebben de monitoren hebben we van... de faculteit Technische Bedrijfskunde gehaald. Alles is bij elkaar geschraapt en toen hadden we binnen een week hadden we een kantoor. Maar het mooie is dat je in deze regio heb je zoveel verschillende bedrijven in high-tech, techniek, automotive. Tot we daar wachten als iets hadden van, ja, als we jullie nou bij elkaar combineren in ons project, dan kunnen wij dus laten zien in onze auto wat hier allemaal gebeurt en wat jij als bedrijf doet. Vervolgens zit je bij een sponsor en dan vragen ze van joh, maar hebben jullie een schaalmodel of hebben jullie tekeningen? En dat hadden we allemaal niet. Dus dan zit je daar en dan zit je daar met een presentatie en een brochure en een enorm enthousiast verhaal. En dan merk je gewoon dat mensen echt heel erg op zoek zijn naar iets tastbaars en dat heb je niet. En dat is de grootste uitdaging die je dan op dat moment hebt. En op een gegeven moment kwamen natuurlijk steeds meer renders en 3D-modellen van de auto en 3D-geprinte modellen van de auto. Dat kun je steeds meer meenemen en ging het ook steeds beter met de sponsoring. Naarmate dat het idee meer concreet wordt, dus dat ook echt duidelijk werd dat wij een gezinsauto gingen maken, ja, dan ga je er steeds meer in geloven en dan wordt het steeds echter. En uiteindelijk denk ik ook dat heel veel van de sponsoren daar, tenminste dat hoop ik, dat ze blij zijn met wat ze teruggekregen hebben. Ja, dit gaan we doen. Dit wordt heel vet. We gaan iets wegzetten. Gedurende het jaar zoveel mogelijk gefocust op alles ontwerpen in de computer en zo laat mogelijk produceren. Zodat je zeker weet dat het in de computer goed zit en dat als je produceert dat het ook past in de auto. En daarom is de productiefase eigenlijk heel erg ingekrompen bij ons. In totaal denk ik dat je maar op 3 maanden zit of zo. 3 maanden dat de echte auto van niks naar helemaal geproduceerd is. We hebben heel veel aluminium gebruikt, maar dan wel bepaalde soorten die een hoge sterkte hebben. Die bijvoorbeeld de warmtebehandeling hebben gehad. Om de sterktegraad wat te verhogen. We zijn gestart met het leveren van een model waar wij de mallen uit kregen. Die mallen zijn dan naar ProDrive gebracht, de loads. En daar hebben wij dan die mallen gebruikt om een shell te maken. Dat is waar we begonnen zijn.
We staan hier langs de mol van de linkerzijkant van de auto. Gisteren hebben we hem in het laatste vacuüm gezet. De laatste laag carbon is erop gelegd. Zo dadelijk gaat de vacuümzakte voor het eerst af. En aangezien we de mol helemaal met lossingsmiddel hebben ingesmeerd, zou het product er eigenlijk vrij makkelijk uit moeten komen. Maar ja, het is altijd een beetje de vraag, dus we gaan het even zien. Ja, het was een zware bevalling, maar het product is er helemaal uit. Ik ben inmiddels wel weer een flink aantal grijze haren rijker, maar we zijn toch wel behoorlijk tevreden met het eindproduct. Hij is mooi glad, hij heeft precies de vorm die we eigenlijk zouden moeten, die zou moeten hebben, dus helemaal top. Ja, zoiets. Ik zie wel de ruimte die hij heeft. Hij staat te hoog. Dan waren eigenlijk alle losse delen af. En toen kwam dus het proces van nu gaat de auto in elkaar. En dat heeft dan geduurd tot begin juni. Toen alles bij elkaar zat en dat de auto ook rijklaar was. Je maakt eerst de buitenkant van de auto, het chassis erbij, de backbone, de hul. Uiteindelijk ga je dat invulling geven door de hardware erin te zetten, elektrische kabels trekken, motoren erin zetten. Daarna moet je dus nog dat ding iets gaan laten doen. Dus die software, de takwerk in zit, zat eigenlijk helemaal achteraan in die ketting om die reden. En dan in één keer wordt het tastbaar. Dus vanaf jouw ontwerp op de computer, ineens komt dat tot leven en zie je echt een auto ontstaan. Maar het ziet er nog niet uit. Het heeft nog totaal geen uiterlijk. En toch staat daar op een gegeven moment eigenlijk de hele auto. En toen hebben we eigenlijk in 2 dagen hebben die mannen die sticker eroverheen gedaan. En je zag echt een hele transformatie van eigenlijk een lelijk eentje, werd het in één keer een hele mooie auto. Toen zag hij er ineens heel vet uit. Toen begon hij ineens op al die plaatjes en die filmpjes en die renders te lijken die we hadden. En dat was wel heel vet. Dan zag je echt in 1 dag zag je de auto helemaal getransformeerd worden tot Stella, zeg maar, in plaats van een of ander beun-ding. Die autopresentatie is echt typisch zo'n voorbeeld van hoe professioneel dat hele project is gegaan. Ik ben zelf wel wat gewend met productpresentaties, maar hoe zij dat destijds gedaan hebben, daar kan menig multinational zich wel aan spiegelen. Want dat werd gewoon van begin tot einde extreem strak geregeld. Terwijl ze eigenlijk een dag van tevoren nog niet eens wisten of het allemaal wel zou werken. Want toen moest alles nog in elkaar gezet worden. Maar ja, er was een verrassende rust bij die mensen dat het allemaal goed zou komen. Het kwam ook wel goed. En ook die presentatie op zich, dat was bijna niks op aan te merken. Dat was echt ontzettend indrukwekkend. We wisten dat er positieve reacties zouden komen. Maar dat er zoveel mensen waren, heel de zaal van het Metaforum stond vol, dat hadden we niet verwacht. Dat was wel het moment dat de wereld begreep van, oh, daar zijn ze mee bezig. Solar Team Eindhoven presenteert hierbij Stella. Ja, dan hoor je nog steeds het publiek, hoor je echt van, oh, ja,
echt rijden? Nu al? Een praktische gezinsauto op zonne-energie. Als je de dag erna ga je dan kijken op internet waar je allemaal op staat. En dan sta je op gigantische websites, internationale gadget websites en tech websites. Echt de grootste op aarde, letterlijk, sta je gewoon op. En je staat in kranten van, echt, we staan in Braziliaanse kranten, Chinese website, noem het maar op. En toen was echt zoiets van, je kon alleen maar van dromen, want dit gewoon bekend werd zo. En het gebeurde gewoon. Interviewde een en ander, we hebben in de Quest gestaan. Het is echt absurd. Nou, ik heb ze natuurlijk allemaal mooi thuis op een stapeltje liggen, dat ik straks aan mijn kleinkinderen kan laten zien. Kijk, opa die heeft ook nog iets gaafs gedaan in zijn leven. Maar het was echt was heel erg leuk. Het is een logistieke hel met die kist die je moet maken. Dus er is een kist speciaal voor Stella gefabriceerd bij een bedrijf van de Spons van ons. Die kan toen aan en vervolgens moet je alles in gaan pakken. En je mag geen enkel reserveonderdeel vergeten, geen enkel stuk gereedschap vergeten. Want anders heb je dat straks in Australië niet. Stel dat het onderdeel gaat kapot. Dus er komt ook veel stress bij kijken, omdat je dan Nederland verlaat en dan kun je niks meer inpakken en dan laat je het echt achter. We gaan naar Australië, dat is natuurlijk het mooiste wat we eigenlijk hebben naartoe kijken. Dus ik heb er zin in, jongen. Anderhalf jaar naartoe gewerkt. Ja, maar. Vanuit daar ging ik dan naar het noorden toe in Darwin, waar we bij Comelda College zaten. Dat was een middelbare school waar we mochten slapen, waar we Ken hadden, de schoolkok die fantastische maaltijden voor ons bereidde. En daar zaten we helemaal top om ons helemaal voor te bereiden op de terugweg naar beneden. En nou, dat hadden we allemaal van tevoren helemaal uitgekiend. Nou, dan ter plekke moet je het een of ander uitvogelen. Wat doen we nou met auto's? Komen we die ruimte tekort? Eigenlijk was het een hele relaxe sfeer, vooral omdat we heel goede routine hadden. We hadden zeg maar dus 3 maaltijden per dag zeg maar en dat werd op vaste tijdstip, dus je werd ook gedwongen zeg maar om je daaraan te houden. Ik denk dat wij van alle teams wel de meest ideale accommodatie hadden, want we hadden een garage waar Stella in kon, waar we aan konden werken. We hadden een ruimte waar we een office hadden. We hadden airco in die ruimte, dus we konden ons heel erg focussen op de dingen waar we goed in waren. En voor de rest werden we gewoon lekker verzorgd. We hadden een speciaal stuk weg toegewezen gekregen, de Coxponential Road. Dat was ongeveer een uurtje rijden vanaf waar wij zaten. En daar hadden we een stuk van, ik geloof, 60 kilometer. Dat was een snelweg waar we mochten testen. Dus daar konden we de hele tijd op en neer rijden. Vandaag hebben we een testdag hier op de Coxponential Road. En daarbij gaan we onze eigenlijk de laatste testen doen voordat we aan de echte World Solar Challenge beginnen. En dat betekent dat A-strategie heel goed zijn best gaat doen om de batterij leeg te krijgen. Dat de rest heel goed gaat opletten of er kleine foutjes in de auto zitten. En we gaan vooral zien vandaag dat die optimaal presteert. Dit is eigenlijk de laatste voor scrutinering die we hebben. En we zijn heel tevreden over wat we vandaag gedaan hebben. Stel, dit hartstikke goed. Passagiers en drivers hebben ook hartstikke goed gevoeld in de auto. Dit was het laatste puzzelstukje dat we strategy gingen oefenen. Tot de data van Stella naar de strategy auto ging. Het ging allemaal fantastisch en wij zijn er klaar voor. Ik ben helemaal klaar voor de scrutinering. Ik voel mijn kip lekker. En ik ben benieuwd. Voor scrutinering mochten we niet te veel afvallen. En ja, na scrutinering was het toch wel weer de bedoeling om een beetje lichter te worden. Dus ik had toch weer een klein beetje tijdsrace.
was een grote hal, de scrutinering. En daar kwam je zeg maar binnen en dan had je verschillende stations waar je langs moest. En waar de verschillende onderdelen gecontroleerd werden. Dus je had ergens werd gekeken of de auto niet te lang, te breed of te hoog was. En of dat de afmetingen van het zonnepaneel klopten. Dat het niet meer dan 6 vierkante meter cellen lagen. De lengte van de auto mocht 4,5 meter zijn. En onze auto was 4 meter en 499 mm lang. Ja, dus 1 millimeter nauwkeurig was hij precies. Maar ja, dat hadden we al gemeten. Maar je weet maar nooit hoe ze... je hebt meten en meten, hè. Dus, En de bottom one? Ja. Yeah. All right. We need to know, when the vehicle is going down the road, is the electronic system working, the rear vision working? Ja. Yeah. It is, correct. Thank you. 15 seconds, 3, 2, 1, go. Done. Isn't that terrific? That's terrific. Isn't that wonderful? Thank you. You're welcome. Woo! All right. Blijkt het dus dat Stella gewoon helemaal in orde is, veilig is en dat ze voldoet aan de regels. We mogen nu, mogen zaterdag gaan kwalificeren en zondag gaat het gebeuren. Maar nu? Heel blij. Then we need to take it across to the desk over there. Yeah. And then that's finished. So that's it. Ik ga nu even de auto naar buiten rijden. Hij is helemaal klaar. Kwalificatie was best wel spannend. Bochum was natuurlijk wel, die reden ook heel hard op dat moment. Maar dan hadden we gewoon het geluk dat hij in de laatste bocht eruit slipte. En daardoor eigenlijk een slechte tijd neerzette. En toen we die tijd hoorden, wisten we ook al van oké, hier hebben we al ondergereden. Dus dat kunnen we. En ja, Jordi die had veel geoefend en die was er helemaal klaar voor. Dus. Kwalificatierijden was in principe heel vreemd, want ik wist mijn eigen tijd niet. Normaal deden we zeg maar time en hadden we gewoon verkeer via de porto. Maar nou werd het zeg maar getimed door de organisatie. Dus ik had eigenlijk geen flauw idee hoe ik het gedaan had. Twee. En Jordi is gewoon als een, ja, als een coureur over dat circuit geknald en zet zo de snelste tijd neer. Ja. Volgens mij heb je dan ook ergens weer mazzel mee of zo, op een of andere manier. Een kort tijdje. Dit zal bij worden. Je zint zo door, jongen. Snelst op de trek. Want toen riep ik in blijdschap uit, wat nou schoolbus? Want zo noemden mensen onze auto vaak. Allemaal challenge klasse teams die er helemaal niks meer van konden snappen dat die auto zo snel de rondje had gereden. Later bleek dan dat het 2 minuten 5 werd, maar ja, dan alsnog was het de tweede snelste tijd van de dag. Dus ja, daar stond iedereen wel erg van te kijken. Moeten we meteen al voor aanvang van de race zien dat men ons toch wel verkeerd inschat eigenlijk. Dan pole position beginnen, ja. Wie had dat gedacht? Ja. En
dan loop je langs al die zonneauto's die jullie allemaal hebben verslagen op het circuit, zeg maar. Sta je al nummer 1 als je begint, zeg maar. Dat is wel heel gaaf. Dan loop je op een gegeven moment naar je auto toe, zeg maar, in je rijoutfit. Dus een lekker fris hemdje en een sporthoekje en een cool vest aan. Te rijden en je ziet allemaal mensen langs de weg staan die naar je zwaaien. Die voelt je zijn maar een koningin, want je moet naar iedereen terugzwaaien van oh, ik zit in een solo auto. Voor een hele lange tijd kwam er niemand voor ons tegen, dus dan ben je gewoon aan het rijden. Ja, super chic, want je rijdt dan Darwin daaruit en je komt dan op de weg tussen normaal verkeer. Maar er gebeurt eigenlijk qua wedstrijd gebeurt er niks. We zijn zojuist ingehaald door een aantal challengers, maar onze voornaamste concurrent Bokum ligt een kwartier achter ons. Dus volgens nog gaat hartstikke goed. Wij rijden ook met 2 personen en zij met 1. En we kunnen alleen maar heel erg trots zijn dat er geen problemen zijn geweest. Dat we hier heel snel zijn aangekomen. En dat we een mooie dag gaan krijgen. 3 Nederlandse teams lagen eerst voorop. Het heeft een tijdje geduurd. Ik denk zelfs, ja, tot 10 minuten geleden toen zijn we ingehaald door een aantal Amerikaanse en Japanse teams. Maar goed, de auto presteert echt heel erg goed. Ook beter dan verwacht. Want op de schermen in Strategy zien wij dat het zonnepaneel bijvoorbeeld 1000 watt oplevert. Dat is meer dan we verwacht hadden, dus misschien kunnen ze zelfs nog wel snelheid gaan verhogen ook. Je kampeert in de Outback en je hebt een tijdsframe van 10 minuten waarin je je plek moet vinden waar je gaat kamperen. En dat betekent, dat is denk ik een stuk van een kilometer of 10, maar je moet denken dat het echt 300 kilometer achter elkaar door is het alleen maar bosjes, struikjes, bomen. Dus je hebt nergens kampeerplekken. Dus toen was het even stressvol om snel een parkeerplek te vinden, improviseren en op de juiste plek stil te gaan staan. Uiteindelijk is het gelukt. Gelukkig vonden we echt zo'n hele grote truckersparkeerplek waar we dan konden kamperen. Maar stel er reden nog even voorbij en toen aan het eind van de dag dan stop je om 5 uur stop je gewoon waar je bent. Wordt afgetekend. Toen hebben we stel aan de zijkant gezet en nog even statisch laden. Dus dat gewoon naar de zon richten. Ja, de eerste dag is heel vreemd. Omdat je hebt heel veel testkilometers gemaakt. In Australië, in Nederland. En je voelt nog steeds alsof je hetzelfde stukje testkilometer aan het maken bent. Dus je rijdt gewoon. En eigenlijk als je aankomt, besef je pas van oh, rek. Ja, ik heb net de wedstrijd gereden. Mijn kraag staat omhoog. Het is hier wat koud, maar gelukkig wel droog. De dagen zijn lang hier, de nachten zijn kort. Nee, kut, het gaat fout. En er is maar één kroeg. Als ik naar mijn hotel loop, door de ik ken het niet meer. Ja, gisteren een fantastische dag gereden. Onze eerste dag ging echt super goed. We hebben flink veel zon gevangen en verder gegaan dan we eigenlijk hadden gehoopt. Gisteren het kamp was echt super snel neergezet in een half uurtje tijd. Dus toen ik terugkwam van het statisch laden stond alles al klaar. Eten stond al klaar, super. We konden lekker op tijd naar bed gaan. En vanochtend was er weer vroeg op. Toen de zon op was zijn we hier naartoe gereden. Naar onze, waar we daar ook weer we gisteren gestopt zijn en daar moeten starten. Dus de jongens zijn nu bezig met statisch laden. Nog extra wat zon vangen. Dan
Ja, over een half uurtje gaan we in de auto zitten en over 3 kwartier mogen we vertrekken. En dan is het tijd voor dag 2. Nou, het wordt ook weer een hele mooie dag. Dat ik er weinig van mee heb gekregen, want ik heb weer heerlijk lopen slapen, zoals een echte passagier beaamt. Eigenlijk is alles heel erg goed gegaan, het viel mee met de warmte. Zo'n koelvest scheelt ook echt heel erg veel. Lekker muziekje erbij en in het begin heb ik nog wel een beetje meegekregen qua briefingen en zo en daarna ben ik gaan slapen. Let als ik heb alles geëmigreerd. Anders hang je dan. Kijk maar. De batterij. Kan je in staat laden van een grote bouwer? Nee. Mama. Morgen. Ja? Ik hou daar met z'n pot. Lekker rustig. Ja, lekker rustig. Maar die peren eroverheen dan? Die, Ja, die hadden we. Vandaag wordt in ieder geval een lekkere, spannende dag. We hebben rond een 550 kilometer om af te leggen. Ik verwacht dat we volgens de strategieën, jongens, dat we gemiddeld 90 kilometer gaan rijden. Dus ik zou zeggen dat we dan daar even kijken. 5-6 uurtjes over doen, 5-6 uurtjes. Ja. Vandaag gaan we starten net achter Bochum, 1 minuut. En dan Sunswift gaat dan 1 minuut achter ons starten. En dan rijden we richting Alice Springs, waar we dus de helft van de Solo Challenge afgelegd hebben. De avond van tevoren werd al gezegd door Arjo en Jelmer, onze strategisten, dat we waarschijnlijk snel zouden kunnen rijden omdat het een korte etappe is en omdat het goed weer zou worden. Dus we dachten, het wordt een leuke dag. Toen we eenmaal aan het rijden waren, zagen we inderdaad dat we die batterij totaal niet leeg kregen.
je rijdt 20 minuten en we zagen het echt op ons beeldscherm in de strategieauto dat het gewoon veel te langzaam was. Dus dan was het gewoon een kwestie van oké, ga nog maar een stapje harder en ga nog maar een stapje harder. Ook het moment dat Jelmer de hele tijd zegt van jongens, we krijgen de batterij niet leeg. Ja, dus we moeten harder rijden. Ja, jongens, verhogen naar 100 km per uur. Dus het hele team juichen natuurlijk. Je hebt een bus voorop die ook via de radio doorkrijgt dat we 100 gaan rijden. Dus ook de bus gaat 100 rijden. Maar we krijgen van de vrachtwagen mee op te horen van ja jongens, 100 is leuk, maar 100 moeten wij wel dik in de 4.000-5.000 toeren rijden en dat vinden we niet zo leuk. Ja, wij hebben er niet veel van kunnen zien, want voordat we het wisten lagen wij het kwartier achter omdat Stella 100, 120 rijden. Wij konden naar 100 max, dus die hebben eigenlijk helemaal niks van gezien. Ja, dat weet ik nog goed joh, dan zaten we in die truck en dan was ja vooral de snelheid naar 70, dus wij ook naar 70, 80, 90, dan hoor je die truc al helemaal, die gaat al helemaal stuk, zeg maar. Nou, en toen gingen ze 120 rijden, ja, toen hadden we ook zoiets van, nou, laat maar gaan. We zien ze wel bij de control stop, man. Dat kan je gewoon niet bijhouden. Van tevoren al moet ik plank gas geven met de bus om überhaupt een beetje van Stella uit te blijven. Kijk in de spiegeltjes, zie je het stipje steeds groter worden na natuurlijk. Maar een prachtig moment als je ingehaald wordt in je eigen zonneauto. Dat was een goed momentje. Ja. We zaten toen eens te vergelijken met de Duitsers die volgens mij met 2 of met 3 aan het rijden waren. En gewoon een stuk langzamer. En we dachten echt, wat hebben wij nou gedaan? Waarom is die auto zo goed? Dat is echt bizar. Je gebruikt helemaal geen zak. Rij met 4 man 120 en hij gebruikt net zoveel als een frietpan. We hebben net... het eerste stuk met 4 personen afgelegd in de eerste gezinsauto op zonne-energie. En dat was natuurlijk echt heel erg vet, want we konden gewoon met 120 km per uur cruisen. Dus dat noemen we cruisen met klas. Ja, de auto hield zich echt heel goed, ook op die hoge snelheden. Dus ja, we zijn super trots. Het gaat allemaal prima. Wij kwamen aanrijden achterop de Duitse en onze strategieauto ging er voorbij. Ja, toen hoorden we van Strijds dat wij ook konden inhalen, dus wij flink gas geven. En dan rijden langs en ik kon een beetje filmen vanuit de auto met een mobiel. En dat is zo gaaf. Dan rijden langs en dan had ze met een best wel groot snelheidsverschil in. En dat geeft zo'n goed gevoel. Dan heb je echt zoiets van, ja, we hebben de concurrentie ingehaald. Dat is echt mooi. Komt die reactie? Holy shit. Ja. Maar dan goed bezig, jongens. Dat was ongelooflijk. Nou, dit was echt in één keer door op 500 kilometer in no time afgelegd. We zijn bijna 3 of 4 uur voor ons pijl binnengekomen, lekker 2 uur. Dan kom je daar binnen, de zon schijnt nog steeds, deuren open, we zijn als eerste aangekomen en dan kunnen we lekker op onze concurrenten zitten wachten. Nou ja, dat is gewoon unbeatable toch? Ja, geweldig. Dag 3. Niet dag 4. Nee. Wat moet het nou? En net zo leuk of het dag 3 had. En dan komt dag 4, de andere eendagsetappe. We staan hier in Alice Springs. We zijn aan de start van de derde etappe vandaag. We hebben vandaag in de weersvoorspelling gezien dat er behoorlijk harde rugwinden komen. Dus ja, dat heeft natuurlijk een goede invloed op je snelheid. En we verwachten eigenlijk dat we gewoon weer de 100 aan kunnen gaan tikken als het een beetje mee zit allemaal. We zitten dadelijk met z'n 4 in de auto. Ja, de concurrentie die heeft al aangegeven dat ze vandaag er zin in hebben en dat ze het ons ook flink lastig gaan maken. Dus het wordt een spannende dag. Het is van tevoren even duidelijk aangegeven dat de passagiers zich voor kunnen bereiden. Dus oké, met hoeveel gaan we rijden, wie gaan er rijden. En ook een beetje een idee geven, oké jongens, dit staat ons te wachten. Met name die winden kunnen wel eens gevaarlijk worden op het einde. Ik heb er een heel goed gevoel bij. Voor ons zou het geen enkel probleem moeten zijn. En wij zouden er eigenlijk alleen maar baat bij moeten hebben. Dus dat komt wel goed.
Dag 4 was ja, een pechdag. Ja, we hebben wel wat probleempjes gehad, maar ja, we hebben het wel goed aangepakt door gewoon al via het radioverkeer gewoon uit te zoeken waar het probleem zat. En daar de juiste mensen eigenlijk aan te koppelen. Er zat een bult op de band. En een derde van het zonnepaneel deed het niet meer. Dus dat was nogal een probleem. Zo kun je niet verder rijden. Dus we hebben in de auto's gecommuniceerd dat we na de volgende stop een pitstop zouden houden om alles te repareren. En dat was nogal spannend. Binnen 10 minuten was alles opgelost. Dus zo spannend was het eigenlijk niet. Oh, dat dak. Oh man, ik zag dat dak zo gaan en je hoorde het zo. Bam! Toen dacht ik echt, nu is het voorbij. Ja, toen had ik ook zoiets van, oh, we staan hier nog veel langer stil. Dat was echt het meest ergste schrikmoment van uit heel de challenge, denk ik. Toen was het oké, klaar, auto's klaar, klep dicht en in de auto zitten en iedereen was weer onderweg. De dag ervoor hadden we nog een procent of 5-6 in onze batterij zitten aan energie. Nou, die wil je eigenlijk het liefst gebruiken. Dat was een gok die we hebben gemaakt om hem nog verder leeg te krijgen, alleen die was een beetje in ons nadeel gegaan. Vlak voor de finish was die batterij echt bijna leeg en konden we niet meer harder dan 50 rijden. Dat was een beetje vervelend. Tot overmaat van ramp reden we toen ook nog eens, misten we de afslag. Dus moesten we nog eventjes net even 3 minuten langer rijden, waardoor het allemaal nog meer tijdverlies opliep. Het kerstje op de taart was ook nog dat toen op een gegeven moment de deur open werd gemaakt. Het waaide er hartstikke hard dat die deur eigenlijk gewoon wap los vloog. Omdat de wind eronder sloeg. Het was dus een dag die eindigde in mineur. Ik vond het eigenlijk allemaal meevallen, want ik was al bijna in euforische staat dat we zeg maar 3 dagen zonder grote problemen hadden gereden. Ja, dat was eigenlijk zeg maar mijn verwachting al voor een van de eerste dagen, dat er wel iets zou gebeuren. Uiteindelijk hebben we dat s'avonds allemaal redelijk snel kunnen fixen. Waarbij zelfs onze decaan Ton Bak zelfs nog eventjes aan het meebeunen was geweest. Dat was wel heel erg mooi. Zo, kijkers, bouw je een dekzeil op. Samen met jullie en Michel. Hey, high five. Sail. Super. Nou, vandaag gaan we beginnen met een stuk rijden van 260 kilometer naar de eerste controlstop. Daarna gaan we vanavond niet opladen, dus dan moeten we gewoon doorrijden en kijken hoe ver we komen tot 5 uur is. We hebben wat bewolking vandaag, ook flink wat wind, dus we moeten even kijken. Strategie heeft zijn snelheid er al op aangepast, dus als het goed is komen we toch wel 400-500 kilometer ver, denk ik. Voor de eerste stop zouden we in principe gewoon op de batterij kunnen. Natuurlijk omdat we vanavond niet kunnen opladen, heb je de zon wel nodig om de tweede stuk morgen ook nog af te kunnen rijden. Dus we hebben zeker de zon wel nodig. Vijf was het heel erg dramatisch, het weer. Het regenen, alles zat tegen. Een keiharde tegenwind vooral. En dat maakte dat je in één keer toch een hoop meer energie verbruikt. Je gaat naar Australië, waar het altijd lekker weer is natuurlijk. Dus niet. Je zag dat het weer een stuk minder is dan de afgelopen dagen. De wind staat wat meer in het nadeel. Deze zon schijnt wel heel goed te zijn voor het zonnepaneel, dus daar krijgen we veel energie van. Ik heb even getimed ook. Het eerste uur lagen we al 10 minuten achter op Bochum en 11 op Sunswift. En het is nu 3 uur later en we liggen nu nog maar 14 minuten achter op Sunswift en 12 op Bochum. Dus je ziet dat we eigenlijk het laatste uur heel erg constant rijden. En dat zou kunnen aangeven dat wij een stuk verstandiger met onze energie omgaan. Als het dus waar is dat Bochum wat minder verstandig met hun energie is omgegaan, dan zou het zomaar kunnen dat we inderdaad aan het eind van de etappe zelfs nog voorbij steken.
als je heel de dag in zo'n truck zit, je rijdt dan hoeveel kilometer hebben we toen gereden? 60 is al hard, ja. Denk ik. Ja, toen aan het eind van de dag, toen dachten we eigenlijk dat we heel veel tijd waren verloren op andere teams. Dus wij als een gek die auto op de remps en proberen elk druppeltje zonlicht nog binnen te halen als het ware. Nou, dat was s'avonds gewoon kansloos omdat er te veel bewolking zat. Dus toen was het ook zo van, ja jongens, we hebben eruit gehaald wat we eruit konden halen vandaag. We konden niet hard rijden, want we weten dat we nog zo'n dag hebben. Dus ja goed, daar hebben we ons gewoon bij neergelegd. Gewoon gezorgd dat iedereen goed uitgerust was voor de laatste dag. We zijn nu Stella nog een beetje aan het opladen. Tot 8 uur, waar we mogen rijden, mogen we de auto statisch opladen. En zo laden we nog ongeveer 2-3% bij in de batterij. Waarmee we zo meteen weer net als harder kunnen rijden. Dus qua tijd liggen ze redelijk voorop, maar als we naar de scores kijken, dan gaat het heel close worden tussen Bochum en ons. De controlstop van Port Augusta. Toen stonden de Duitsers daar en die hadden eigenlijk al lang weg moeten zijn, maar die stonden daar nog steeds te laden. Maar we wouden die dag echt gewoon alles op alles zetten, dus hadden we die rams eruit gehaald, want die gasten die hadden we nog niet gezien. Dus die stonden echt zo te kijken van, wat gaan die nou doen? En wij Stella erop rijden en die stond, dan staat ze helemaal natuurlijk precies goed naar die zon gericht. Ja, en die gasten die stonden allemaal met de mond vol tanden te kijken van, hoe kan dat nou weer? Onwerkelijk, omdat je hier langs de kant staat en in de hand van een of andere berm. Ja, we weten het ongeveer wel dat we gewonnen hebben, we weten het bijna zeker. Maar toch sta je hier langs de kant. Goed gedaan, jongen. Goedendag, heren. Oh, even het helmpje uit, hoor. Oh. Ja, was genieten. Heerlijk. Oh, we hadden echt gewoon ook nog genoeg energie over om gewoon rustig te rijden. Ik heb het niet moeilijk hoeven doen. Ik kan het niet geloven. Het is ongelooflijk. Emotionele stand hier is ongelooflijk. Nog helemaal, ik weet het niet, nog niet beseffen. Nee, maar wel mooi. Met een paar kleine technische mankementen hebben we het gewoon dik gehaald. En ja, ik weet gewoon eigenlijk niet zo goed wat ik moet zeggen. Echt, echt blij. Ik ben blij dat er niks kapot is gegaan en dat we alles in één keer heel erg uit kunnen rijden. Dus ja, blij. Ik denk dat die glimlach er wel een paar dagen op blijft zitten. Het is echt geweldig. Een enorme opsteken voor het team, voor de TU, voor nieuwe studenten die het graag ook willen meemaken in de toekomst. In één woord, geweldig. Ik heb enorm genoten, enorm in spanning gezeten. En ik vind het prachtig om de ontlading van dit moment mee te mogen maken.
weet niet of je er echt woorden voor hebt, maar ja, eigenlijk voelt het heel prachtig. Je denkt dat de Thalia pas door begint te dringen als we in Adelaide aankomen en al die mensen daar hopelijk ons op staan te wachten. Heel bijzonder team, heel bijzondere prestatie, dat we over 30, 40 jaar ons allemaal nog zullen herinneren. Echt heel, heel, heel bijzonder om hier te staan. Dus echt geweldig. Het is ongelooflijk. Het is ons gewoon gelukt. Ik kan het zelf nog steeds niet beseffen, maar dat komt later nog wel een keer. Maar voor nu is het vooral heel erg blij zijn. Ongelooflijk. Is mooi dit. Is mooi. Nee, denk ik niet. Wereldkampioen. We are the champions. We are the champions. No time for losers. Cause we are the champions. Ik vind het geweldig. Ik vind het zo ontzettend leuk. Het heeft ook een soort combinatie van speelse gestudenticoosheid en tegelijkertijd enorm praktisch. Want ja, het kan toch maar. Hè? Formants om dat te kunnen doen, dat is echt een statement. En ik zou ook niet verbaasd staan als zeg maar deze race al, maar ook vooral de race na twee jaar naar nu, steeds meer aandacht gaat geven aan deze cruiserklas. Want die is toch wel heel spannend. En dus wie weet moeten wij gewoon wat studenten gaan sturen naar Eindhoven om jullie kennis te gaan pakken. En dan misschien maken wij dan ook wel een cruiserklas. We zijn gisteren dus over de finishlijn gekomen. En eigenlijk is nu nog onbeslist wie nou precies die winst heeft gepakt. En eigenlijk wordt dat dus vandaag besloten, want vandaag is de practicality beoordeling. We krijgen straks minder dan 5 minuten om te laten zien waarom Stella de meest praktische auto is van alles wat hier staat. Ik zat eigenlijk als bestuurder in Stella, dus we moesten inparkeren. Het was wel spannend, want we hadden zo'n beoordeling totaal niet verwacht en ik had Stella ook nog nooit file geparkeerd. Maar dat ging allemaal eigenlijk verrassend soepel en ja, koffers in de auto pakken, dat ging allemaal goed en zo. Het was allemaal heel anders dan we verwacht hadden, want we hadden een hele nette designpresentatie voorbereid en ja, eigenlijk totaal anders dan hoe we nu beoordeeld werden. Ja, hier kwamen we hier en dan ging het subjectieve gedeelte. Dus hebben ze gekeken wat vinden ze nou van de auto en wat voor features hebben we nou. Koen en ik hebben uitgelegd wat er nou precies allemaal in zit. Dus we waren onder de indruk. Ik zat op een lijstje te kijken, er waren allemaal 8's, 9's en 10's. Heel veel 9's, dus het ziet er goed uit. Er is nog één jurylid dat we moeten overtuigen en dan zit het erop voor ons. Laatst, ook hij was hartstikke enthousiast. Zijn kinderen vonden het ook hartstikke leuk, dus dat is goed voor een gezinsauto. En nu is het afwachten, dat scoren.
Het ziet er goed uit. Die periode van die finish of timing tot aan de uitslag, dat was ook meteen mijn minst favoriete periode van heel die challenge en misschien wel heel het jaar. Want die spanning die kon ik echt niet aan, hè? Ja, leidensweg. Nee, want we hadden zaterdag die practicality gehad en we wisten eigenlijk niet wanneer we de beoordeling daarvan zouden krijgen. Dus die andere drie onderdelen die kon je eigenlijk wel berekenen. Dus dan wist je wel ongeveer waar je stond. Maar ja, als je dat onderdeel dan nog mist, dan kun je wel allerlei dingen gaan speculeren, maar je weet het gewoon niet. Daar in het convention center stonden. Ja, toen begon de spanning toch wel echt te stijgen. Dus dat kon ook wel aan de gezichten merken. En iedereen stond toch heel nerveus eigenlijk een beetje met de ene been op het andere been te hoppen. Stiekem van binnen denk je wel van, ja, kom op, het moet gewoon binnen zijn, maar... Ik zat de hele tijd zo mijn handen af te wegen aan mijn broek, van ik had gewoon klamme handen. Dat was gewoon zo erg, hoe spannend dat was, want je was gefinished, je stond eerste, maar je wist nou niet of je nou echt gewonnen had of niet. En dat werd pas onthuld om 7 uur in die zaal daar zo. It was an extremely close run thing. But the overall winner of the inaugural cruiser class is first time entrant. 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 Eindhoven. Uit als dak. Springt op met je zit daar als blok. Dan komt alles eruit. Dan komt het hele jaar eruit. Alles wat je ooit hebt gedaan. Dat is waarvoor je het doet. Het is gewoon een ervaring die je gewoon één keer in je leven krijgt. Hè. Ik had in het begin nooit kunnen verwachten dat het zo groot zou zijn. Het is een heel episch avontuur ook, want dit maak je nooit meer mee. Heel veel mensen hebben ons van het begin af aan voor gek verklaard. En ik ben heel blij dat we daar niet in geloofden en gewoon door zijn gegaan. En we hebben de wereld weer een stukje mooier gemaakt. In de cruiserklasse was Stella nog steeds een unicum met 4 personen. En echt werelds eerste gezin uit op zonne-energie.
2022 kilometer course in 40 hours and 14 minutes. It totaled a staggering 9,093 passenger kilometers. With an external energy input of 64 kilowatt hours. And a practicality score of 88%. To arrive at a final score of 97.5%.